Ik ben hier al zo vaak geweest. Ik ben hier al zo vaak geweest en ik heb eigenlijk alle metaaldetectors al een keer gebruikt hier. Hoe moeten we nou het laatste eruit halen? Wat nou als ik een metaaldetector zou vinden die 50% meer power zou hebben? I've got a new product. And we call it Manticore. Probably the big thing is it's got more power just coming out of the product into the ground. 50% meer power. Into the ground. Way back in olden ancient Greece lived the most ferocious beast. With eyes of flame and teeth of steel on human flesh its feast. Standing over 10 feet tall, no man escapes its roar. Behold my friends and foes alike, the dreadful Manticore. The Manticore feels happiness whenever you feel sad. Because you got kicked in the junk, the Manticore is glad. The Manticore in better death and all things. Mijn lab suggereert er een gemaakt hebben. De Manticore. Hypermodern, met allerlei snufjes en snuisterijtjes. 50% meer power. 2D ID identification. Dat houdt in dat je op een bar kan zien als het een hoge of een lage conductor is. En er is een soort middellijn ingemaakt. En als daar een prachtig rondje ergens komt, dan kan je dus zien of het een goede target is en welke conductor het is. Multifrequency. Ja. Ik ga hem proberen. Ik ga kijken of die hier, waar ik al zo vaak gezocht heb, waar eigenlijk zo goed als niets meer ligt, of ik hier ja, toch dieper kan komen. Of ik duidelijkere signalen krijg. Of ik echt het gevoel heb van dit is meer. Dat ga ik proberen. Wat ik nog meer ga proberen is kijken hoe die tegenover de andere topmerken staat. En tegenover zijn eigen broertjes. Ik moet even wachten tot de Equinox binnen is. En dan ga ik kijken wat hij doet tegenover de Equinox, de Deus, de Legend, de V80. We gaan het wel zien. Voor nu ga ik gewoon even kijken wat hij doet, hoe hij voelt. Wat hij kan. Ik moet heel eerlijk zeggen, ze hebben wel verbeterpunten aangebracht tegenover de vorige modellen. De vorige modellen, daar brak het schoteltje vaak vanaf, de lipjes op de schotel. En ze hebben nu de lipjes niet meer op de schotel gedaan, maar ze hebben de lipjes nu op de steel gedaan. Kan natuurlijk even zo goed nog afbreken, maar een steel is natuurlijk stukken goedkoper als een schotel. Dus dat is wel een voordeel. Ja, of dat wel of niet gebeurt, dat moet natuurlijk in de toekomst uitwijzen. Ik kan daar niks over zeggen. Ik ben geen plastic specialist. Ik weet dat niet. De camlocks werkt goed. Ik kan er een heel bijzonder verhaal van maken, maar het is gewoon een camlock. En die zorgt ervoor dat je steel uit en inschuift. En zo kun je hem een beetje op lengte maken. Ik vind die armsteun vind ik eigenlijk best wel heel cool. Je klipt hem open en je kan hem op je eigen maatje goed zetten. Ik denk dat die voor mij, ja, zo is die wel goed. Hier zit een soort randje. Daardoor glij je niet de hele tijd weg, dus dat is op zich ook wel goed. Er zitten pijltjes, toetjes op. Het werkt eigenlijk redelijk voor de hand liggend. Dit is het begin van het menu, het volume. Nou, die mag nu lekker hard. Wat hebben we dan? De type. Wat gaan we doen? Gaan we zoeken in een all-terrain mode. Dan kan je fast, low conductors, all-terrain high conductors.
En Trash React. Dus geen tracklipjes. Hebben we de Beach, General Beach Low Conductors, Beach Deep, Surf en Seawater. En de Gold. Nou, wat ik nu ga doen is, ik denk dat ik gewoon op All Terrain General ga beginnen. Noise cancel. Even de schotel een beetje in de lucht houden. Ik hoop dat jullie het nog goed kunnen zien. Helemaal goed. Ground balance. Auto tracking on. Recovery speed. Om een beetje diepgang te genereren, gaan we die wat lager zetten. Moet je wat langzamer zwaaien, maar dat geeft niet. Discrimination pattern laat ik lekker even staan zoals het zit. Dit laat ik even zitten zoals het is. Ferrous volume of ferrous pitch. Nou, we laten het gewoon lekker even staan zoals het hoort te staan. We gaan met region all tones 2, 5 of 1. Nou, we gaan lekker voor 5 tonen. Audio team gaan we ook op normaal houden. We houden hem ook op multi-IQ. En dit zijn de general settings, daar hoeven we ook niets aan te doen. In principe zijn we nu gewoon klaar om te beginnen. ...23, maar wel een heel mooi stipje. Er zitten wel wat bijgeluidjes bij. Wat ik allemaal opoffer voor jullie. Ik heb spit, dus ik kan eigenlijk bijna niet spitten. Ja, het zal wel aan mij leggen. Ik zie een prachtig mooi stipje. Wel laag geconducteerd. Hoe zeg je dat? Met een lage conductor. Maar als ik naar het geluid kijk, dan denk ik, nou, dat klopt ook wel. Want het is gewoon troep. Maar dat zal aan mij liggen, hè. Dat geef ik de machine niet de schuld van. Dat moet ik echt gewoon nog eventjes een beetje kijken hoe dat nou werkelijk zit. Ik kan natuurlijk de trash uitzetten. Trash reaction of zo. Maar dan leer je het niet echt. Dus het moet wel eventjes duidelijker overkomen bij mij. Ik moet wel echt even binnenkomen. Ik moet echt eventjes denken van, oh, zit dat zo? Sorry, ik heb geen live deck gedaan. Daar moet ik erg aan wennen, want dat doe ik eigenlijk nooit. Ik had, ja, mijn eerste signaal waarvan ik denk van, oké, dit is geen troep. Het is wel troep, maar het is geen troep. Het had ook iets heel anders kunnen zijn van hetzelfde materiaal. Het is een soort schroefje met een dopje en een nippeltje en een tangetje. Nee, het is niks bijzonders, maar het is in ieder geval wel iets wat iets had kunnen zijn. En het gekke vind ik, als ik hem zo in de lucht pak, komt hij best heel goed open. Maar hij gaf toch op die schaalmeter gaf hij zo'n streepje naar beneden. Dus het was niet helemaal een rondje, het was een beetje zo'n wiegeldingetje. Dat betekent dus dat je er niet helemaal op vertrouwen moet. Dat betekent dus dat je wat ruimer moet denken. Dat is helemaal niet erg. Bij toeval kom je achter dingen. €2. Die lag hier op de grond. En omdat hier zoveel troep lag, had ik
Ik had All-Terrain Trash React aan. En daar lag 2 euro op de grond. Mooi niet dat je die gaat vinden met Trash React aan. 2 euro. Zet ik de Trash React uit. Dus All-Terrain High Conductors. All-Terrain Low Conductors. En All-Terrain Fast. All-Terrain General. Pakt hij hem wel. Maar All-Terrain Trash Reject ziet 2 euro als trash. Heel laag, maar wel een gigantische mooie stip. Een stukje aluminiumfolie. Ja, dat ga je nu krijgen. Omdat ik die trash uitgezet heb. Of eigenlijk aangezet. Nee, uitgezet heb. Ga je natuurlijk voor elkaar krijgen dat je nou dit soort dingen ook allemaal gaat vinden. Het is nog een heel gepuzzel hoor. Metaaldetector waar je nooit meer loopt. Oh, daar heb iemand een sigaartje gerookt hier. Een sigarenkokertje. Tenminste, ja, een sigarenkokertje. Prachtig, mooi signaal. Ik denk dat het heel klein is. Kijk, want als ik een klein stukje omhoog ga, is die weg. Hier is hij heel duidelijk. Ga ik iets omhoog, is die weg. Oh, ik heb hem al gezien. €0,50. 50 centjes. Stukje lood. Ik moet natuurlijk niet te snel oordelen. Dus dat ga ik vandaag ook niet doen. Ik moet knijters mijn best doen om deze machine goed te leren kennen. En het juiste te doen voordat ik het juiste mag zeggen. Vandaag voor mij was echt een introductie van de Minelab. Ik heb een paar pluspunten gevonden en ik heb een paar minpunten gevonden. Zo, de eerste paar zoekuurtjes. En de pluspunten is dat hij lekker aanvoelt. Hij houdt goed vast. De balans is goed en dat is heel fijn. Wat ik nog meer een heel groot pluspunt vind is, ze zeggen het zelf, maar het is waar. Alles zit gewoon zoals je gevoel het zegt. De knoppen werken goed. Ze zijn duidelijk. Ze geven goed aan wat het doet. En je gaat duidelijk van het een naar het ander. Wat ik ietsje minder vond of vind is het gevoel. Het gevoel moet naar me toe komen en dat moet groeien. Dus daar heb ik eventjes de tijd voor nodig. Ik vind hem wat rommelig klinken. Ik vind hem wat rommelig doorkomen. En ik zal waarschijnlijk de instellingen niet goed hebben. En dat resulteerde er vandaag in
En ik heb niet kunnen ontdekken waar ik het fout doe. En ik heb ook niet kunnen ontdekken hoe ik het wel goed moet doen. Maar misschien dat ik eventjes wat e-mailtjes of wat WhatsAppjes naar Datexperts ga sturen. Ik ga ervan uit dat als deze 50% meer power hebt dan de Equinox. En de Equinox staat wel bekend om zijn diepgang. Dat deze het ook moet kunnen. Dus ik ga er nu vanuit dat het aan mij ligt en niet aan de detector. Ik ga wel mijn krijtigste best doen om dat eruit te halen voor het weekend. Want ik wil van het weekend wil ik een vergelijking gaan maken. En als ik dat niet weet, dan ga ik kijken of ik iemand kan uitnodigen die dat wel exact weet. Want ik wil hem wel een eerlijke kans geven. Voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.